De tip van deze maand gaat over inspringen. Als je niet goed doorhebt hoe het met inspringen in bijvoorbeeld Word geregeld is, is dat soms best lastig. Met deze videotip hoop ik je te kunnen helpen. Bij het inspringen zijn de marges van belang. Elk document heeft marges, witruimtes langs de randen van het papier. In Word kun je die witruimtes ook zien, behalve hier op papier, in de liniaal. Heb je de liniaal niet in beeld? Dan kun je dat regelen via beeld, liniaal, uit en aan. In de liniaal zie je hier een grijs stukje. Dat is de linkermarge. En hier de rechtermarge. Het witte stuk komt normaal gesproken je tekst. Op de scheiding van het grijze en het witte stuk vind je hier aan de linkerkant de linker inspringsymbooltjes en hier aan de rechterkant de rechter inspring. In deze alinea bijvoorbeeld is die niet ingesprongen, dus staat dat precies op de grens van grijs en wit. Deze alinea is aan de linkerkant ten opzichte van de linkermarge 3 cm ingesprongen en dat zie je hier dan ook. Deze alinea is links niet, maar die is rechts ingesprongen. En dat zie je daar dus ook. Hoe regel je nou die inspring? En hoe hef je het eventueel op? Nou, daarvoor is het van belang te weten dat de inspringing geregeld wordt per alinea. En dan moet je weten wat een alinea is. Als ik op het tabblad start dit knopje indruk, dan zie ik speciale symbooltjes verschijnen. En een alinea is een stuk tekst die begint na een enter. Dit is een enter. Dus hier bijvoorbeeld begint een alinea en die loopt tot en met de enter. Dit is dus ook een alinea. Nou, als je de inspringing wilt regelen, wilt instellen, ga je in de alinea staan waarvoor je het wilt regelen. En als je het voor meer alinea's wilt gaan laten gelden, bijvoorbeeld voor deze en voor deze, dan selecteer je die alinea's helemaal of gedeeltelijk. Dat maakt voor Word niet uit. Zou ik deze alinea bijvoorbeeld 2 cm willen laten inspringen, dan selecteer ik die alinea's, minimaal gedeeltelijk. Ik ga naar het tabblad indeling toe. Op de oudere versies heet dat overigens pagina indeling. En dan zie ik hier de simpele variant van het instellen van de inspringing. Linker inspring kan ik bijvoorbeeld zetten op 2 cm. En de rechter inspringing laat ik. En je ziet, hij is 2 cm ingesprongen. Wil ik daar dus weer vanaf, verander ik dit dus weer in 0 cm. En dan is hij niet meer ingesprongen. Via tabblad indeling is één manier om het te regelen. Je hebt iets meer mogelijkheden als je het regelt via het tabblad start. Dat laat ik even zien hier aan het begin van het document, in deze alinea. Ik ga erin staan en via dit knopje, alinea instelling, krijg ik dit dialoogvenster te zien. Ik annuleer het eventjes. Ik kan dat ook doen via mijn rechtermuisknop met de optie alinea. Ik doe precies hetzelfde. En hier zie je het verhaal over het inspringen. Links kan ik de inspringing regelen, bijvoorbeeld 2 cm. En ik kan het eventueel rechts ook 3 cm laten inspringen. Links 2 en rechts 3 cm. En zo wordt het weer 0 en 0. Wat is er hier nou extra? Nou, ik kan hier bijvoorbeeld ook iets speciaals in gaan stellen. Als ik de linker en de rechter inspringing op 0 handhaaf en ik kies speciaal eerste regel, betekent dat dat ik voor de eerste regel van deze alinea iets speciaals ga regelen. Namelijk 1,5 cm. En je ziet dat de eerste regel van alinea dan 1,5 cm inspringt. Wat heb ik hier nog meer voor mogelijkheid? Verkeerd om. Nou, verkeerd om betekent eigenlijk dat alle regels van de alinea, behalve de eerste, ingesprongen worden. En wil ik daar weer vanaf? Dan kies ik dus voor geen bijzonderheden voor de inspringing. Nou heeft Word de eigenschap dat er soms zomaar dingen gebeuren. Zo ook bij het inspringen. Als ik aan het begin van een alinea sta met mijn cursor
en ik druk op de tabtoets, dan zie je dat die alinea een eerste regelinspring krijgt. Kijk maar. Druk ik op backspace, dan haal ik dat ook weer weg. Zou ik dat in het midden van een alinea doen, dan druk ik op de tabtoets en dan spring je naar de eerstvolgende tabstop. Dus het geldt alleen voor aan het begin van de alinea op de tabtoets drukken. Als ik nou vanuit deze alinea op de entertoets druk en ik maak daarmee een nieuwe alinea, dan zie je dat die alinea ook die eerste regelinspring erft. Een alinea erft namelijk altijd de instellingen van de alinea waaruit hij als het ware geboren wordt. Nou weet je dus ook hoe je dat kunt opheffen door hier te zeggen van ik wil voor deze alinea geen inspringing meer hebben. Tot zover de tip van deze maand. Tot de volgende maand.